Kim Veldman en Jacob-Jan Boerma hebben een bijzondere vakantie gehad. De eigenaren van toprestaurant De Leest in Vaassen zijn net terug van een culinaire tour door Tokio. In 2 weken tijd aten ze bij 14 toprestaurants die vermeld staan in de eerste Michelin-gids van Tokio. Boerma is laaiend enthousiast over het Aziatische avontuur en vertelt aan Misset Horeca over hun ervaringen, de ontdekkingen en wat het hen heeft opgeleverd. Eigenlijk sinds een jaar geleden wisten we dat de Michelin in Tokio zou uitkomen. En ik had echt gelijk zoiets van, nou wil ik ook zien wat daar culinair gebeurt. En doordat die Michelin eruit komt, heb je natuurlijk een houvast van de juiste adressen en de quoteringen in sterren. Dus van 1 tot en met 3. Nou ja, december lag hij er dan eindelijk. En we zijn eigenlijk al een half jaar van tevoren gestart om daar te reserveren. Wat heel problematisch soms ging, omdat überhaupt niet overal Engels wordt gesproken. Het vaak om hele kleine restaurantjes gaat, zelfs met 1 bestekje. Dus dat betekent heel eenvoudig. Wat er ook gebeurt is dat je dan door je enthousiasme gewoon mail stuurt, brieven. En uiteindelijk, na heel veel reacties en veel briefwisselingen, hadden we mogelijkheden. En ja, begin januari dacht ik, ja, we gaan het doordrukken. We gaan echt de moeite nemen om naar Tokio te gaan. Culinair, om een keer te zien, wat gebeurt daar nou? Gewoon interesse. Terwijl dat die stad veel meer heeft te bieden, want met de omliggende dorpen praat je toch tussen de 36 en 37 miljoen inwoners. Dus dat is echt heel veel. Dat merk je niet als je er bent, maar dat is nu achteraf. Vooraf, dus alles gereserveerd. Zelfs voor het eerst in mijn carrière meegemaakt dat een restaurant waar eigenlijk nooit Europeanen of eigenlijk alleen Japanners gewenst zijn, dus alleen maar voor Japanners heb ik vooruit moeten betalen. Ik ben nog nooit zo gek geweest dat ik dit dus heb gedaan, maar in dit geval dacht ik, ja, wat kan mij het? Ik doe het gewoon en we zien wel wat ermee gebeurt. Het is uiteindelijk allemaal goed gekomen, dus wat dat betreft is wel heel spectaculair. Ik heb in een 2 weken tijd 14 adressen bezocht als het gaat om externe, maar daarbuiten hebben we ook nog lokale dingen bekeken. En ik ben in een restaurant geweest waar ze alleen wagyu vlees verkopen van het level 12, dus de hoogste gradatie wagyu. Waarvan zij ook echt met heel veel gevoel zeggen, dit komt niet in Europa. Nou, ik kan je 1 ding zeggen, het is een beleving om dat vlees te eten. Ik had natuurlijk in Europa best wel wat wagyu al gegeten, maar dit is toch nog wel een level beter. En zeker kwaliteit en de dooradering is nog mooier. En dan ja, is het een restaurant zonder sterren, staat niet in de gids, ligt op een bijna geheimzinnige plaats. Iedereen die er een keer heen wil, moet mij maar een keer benaderen om, voor het adres. Zeer bijzonder, alleen maar vlees. Dus, en alleen maar alle technische delen van het wakkerund. Wat mij echt is opgevallen in die keukens, is de eenvoud waarmee alles gebeurt. Alle toprestaurants waar ik ben geweest, hadden een inrichting met heel veel hout. Na vragen blijkt ook dat Japanners juist van rust houden. Natuurlijkheid. Dus hout hoort daarbij. Eenvoudige restaurantjes, dan praat ik over 1 bestekje en 3 Michelinsterren bijvoorbeeld, hadden zo'n simpele inrichting dat je eigenlijk een stuk rust door het hout om je heen creëerde. En dan moet je niet denken aan het eten zoals bij ons, waar het allemaal heel creatief is opgemaakt, waar moleculaire dingen in verwerkt zijn. Nee, puur second product. We kregen bijvoorbeeld 5 bereidingen van kwal. Een hele soort, kleine soort kwal die geserveerd wordt in een kommetje. En dan kreeg ik dan 5 kleine kommetjes, schitterende kommetjes gemaakt met allerlei zoetzure sausjes erin. En die kwal die was dan even op zo'n plancha geroosterd. Nou, dat is niet super creatief, maar dat is wel, als we het over product hebben, enorme kwaliteit van het product. Ik heb nooit in de wereld zulke goede tonijn gegeten als in Japan. Überhaupt verse hamachi, als het al te krijgen is, want vaak wordt het gekweekt als het naar ons land komt. Wilde tonijnsoorten die daar bijna, ja, als je ze van de plank afhaalde, knalrood bloed achterlieten, waardoor het zo vers was. En dan groentes. En ja, wij kennen natuurlijk allemaal de witlof en dan kan ik doorgaan. Maar als je in Tokio op een markt, op een groentemarkt loopt, überhaupt de algen die ze eten, dus zeewierachtige planten die speciaal gekweekt worden. Ik heb alles geproefd. Niet alles vond ik lekker. Ik heb bijvoorbeeld de maaginhoud van een zoete karper gegeten. Dat is een delicatesse met een puree van rijst eroverheen en een soort schuim van een zoete knoflook. Ja, niet mijn smaak, maar wil je ervaren, moet je ook lokaal alles willen eten. Het meest indrukwekkende vond ik een soort karperschubben die zo groot waren. Die schubben die waren krokant gemaakt en die kreeg je als aperitief hapje in een restaurant. Dus het was zo glazig en zo crispy, dat bijna als je er nog wat meer zout, want er zat geen zout op, maar meer zout op zou doen, dan heb je het idee dat je een enorm lekkere chip zit te eten. Dus ik zou in mijn keuken veel meer invloeden uit Japan willen doen, maar wel op de wijze zodat wij hem hier waarderen.